kijken hier naar de finale bij de heren. We gaan meteen door namelijk in de categorie boven de... Nee, tot 95 kilogram, uiteraard. Pavel Nastula tegen Dimitri Sergeyev. De Pool. Tegen de man uit Kazachstan. Nee hoor, het is toch de Rus. Staat hier op mijn lijst verkeerd vermeld. Goed, hoe het ook zij. Sergeyev tegen Nastula. De Pool tegen de Rus. Sergeyev de rode band om, u ziet het. En Nastula in het wit. Beide een Shido, vertaald naar een Koka. Dat ze beide erin kregen. Ja, goed bijgeschreven nu. Beide dus in bezit van Nico Kvadare. Poging tot Morotegari van Nastula. Beentje die beide benen proberen te pakken en door te lopen. Doorzien door Sergeyev. Sergeyev die won van Traineau onder meer. De man die wij zojuist derde hebben zien worden. Ik moet mij corrigeren, Sergeyev won niet van Traineau, maar Sergeyev won van Ben Sollemans. Onder meer. En Ben Sollemans die moest het onderspit delven tegen Stéphane Traineau. Dat was heel jammer uiteraard voor de man uit Haarlem. Hier hebben we hem. Regerend Europees kampioen Pavel Nastula uit Polen. De Rus Sergeyev, een lange judoka. Snel de aanval daar. Poging tot... Die poging voor... daar. Is mij even wat merkwaardig geruis op mijn microfoon. Maar goed, ik hoor dat ik weer terug ben. Veraanvallen daar van Sergeyev, de Rus. En Nastula die krijgt... een zware dobber aan deze Sergeyev, dat is duidelijk. Hoofden tegen elkaar aan. Probeert daar heel snel binnendoor te gaan. Razendsnelle actie door Nastula. Probeert daar Kouchi Gari heel snel te gaan. Hij is wel explosief hoor. Kijk eens hier, Yuko voor Nastula. En dan misschien de mogelijkheid om te gaan bouwen. Controle met die benen. Proberen erachter te komen daar. Dat zou mogelijk... Nee. En nu? Ja hoor, Osae Komi. Ja, en Osae Komi wordt daar gegeven. En die wordt gegeven. Nee, hij gaat weggewoven. Ik zie hier geen seconde in beeld verschijnen. En het leek er even op alsof Nastula zichzelf ter aardig in de problemen had gewerkt. We kijken even wat er gebeurde. Hier die hele snelle poging voor die Oetjigaan. Meteen een beentje pakken en doorlopen. Dan draait Sergeyev zich weliswaar weg, maar krijgt dan toch, loopt dan toch tegen de Yuko op. En daar de blessure bij de kant van Nastula. En moet ik zeggen, nu heb ik die Nastula al zo vaak, ondanks dat het een geweldige judoka is, op de grond zien liggen, kreunen en tijdrekken. En iedereen die het judo bij Eurosport gevolgd heeft, zal zich nog wel herinneren de keer die tegen Ben Sonnemans zo de wedstrijd wist te winnen uiteindelijk. Dat ik wat dat betreft ongeveer wel er een hard hoofd in heb of dat een echte blessure is bij Nastula. Dat Nastula tegelijkertijd een geweldige goede judoka is, dat zal geen mens willen ontkennen. Maar het begrip tijdrekken is de Pool niet helemaal vreemd. Dat is duidelijk. De voorsprong dus bij Pavel Nastula uit Polen. En Yuko tegen Koka. En die Sergeyev die moet nu opschieten hoor. Want als er iets is wat Nastula goed kan, dan is het de partij uit judoën. Het ziet er goed uit voor de Pool. De regerende Europese kampioen. Om de problemen op te lossen voor Sergeyev, het is gewoon duidelijk. De winnaar wordt Pavel Nastula hier in deze wedstrijd. Ja, wereldkampioen. Pavel Nastula uit Polen gaat naar huis met de gouden medaille. Heel knap, dat tikje tegen het been aan, dan doorlopen. Dat was uiteindelijk het beslissende punt voor Pavel Nastula. En de vreugde is dan ook terecht.